Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van oktober laten zien. De maand is voorbij gevlogen en ik heb het mandje erbij gepakt. En als ik het mandje zo zie, lijkt hij helemaal niet zo vol te zitten, maar er liggen nog wat spullen onderin. Maar ik ga gewoon laten zien welke producten ik gewoon heel erg fijn vond die ik heb getest. Dus mocht je benieuwd zijn waarom ik deze producten fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga even beginnen met een base coat. En deze is van Essence. Dit is de Extreme Last Base Coat. Dat is deze. Nou, ik denk dat we allemaal wel base coat kennen. Base coat smeer je op je nagels voordat je de kleur overheen aanbrengt. Want dat zou verkleuring voorkomen. Maar deze base coat beloofde ook nog eens dat je nagellak voor 80% langer zou blijven zitten. En ik moet zeggen, dit was echt het geval. Ik heb ook wel eens base coats gehad, dan zag mijn nagellak er al heel snel niet meer uit. Maar deze liet mijn nagellak echt heel goed zitten. En ook zorgde die er inderdaad voor dat mijn nagels niet verkleurden. Hij heeft verder eigenlijk een heel basic kwastje. Die ziet er gewoon zo uit. Maar ik moet zeggen dat het wel echt werkte. Dus ja, ik vond het zeker wel een aanrader. Ik ga hem echt nog heel vaak gebruiken. Want dit is gewoon echt top als je nagellak langer blijft zitten hierdoor. Dus het werkte gewoon echt. Dan heb ik hier een Radiant Skin Prime and Mix Dry All Serum. Met vitamine C. Deze is van het Kruidvat. Dat is deze. Dit is gewoon een gezichtsserum waar vitamine C dus in zit. En hij zou je huid laten stralen en geeft een verfrissende oppepper. Je kunt hem gewoon als primer gebruiken, maar je kunt hem ook met je foundation mengen. Ik heb hem echt puur als primer gebruikt. Je kunt hem heel makkelijk aanbrengen, want hij heeft een pipetje. Ik hoef hem verder niet te swatchen, want hij is gewoon transparant. Nee, hij had verder niet een hele bijzondere geur, maar ik moet zeggen dat dit echt wel goed werkte. Mijn huid is momenteel echt super droog. Ik heb echt hele rode plekken bij mijn ogen ook. Dus ja, heel veel dingen doen pijn die ik aanbreng, maar deze absoluut niet. En omdat er ja, ook nog vitamine C in zat, merkte ik wel echt dat mijn huid er een soort van boost van kreeg. Ik zag er niet heel stralend uit. Maar als primer vond ik hem eigenlijk dikke prima. Ook omdat deze ook vegan is. En ja, ik vond het in ieder geval echt wel een hele fijne primer. Dan heb ik van Rimmel een Kind and Free Vegan Concealer. Dat is deze. Rimmel heeft... Oh, stellen we scherp? Ja. Een lijn uitgebracht, de Kind and Free lijn. En er zitten dus een aantal producten in die dus vegan zijn. En ja, dat is deze concealer. Ze hadden hem in meerdere kleuren en ik heb hem in de kleur 010 Fair. Het is een hydraterende concealer. En ik moet zeggen, dat merkte ik ook echt. Dat die gewoon goed hydrateerde, want hier had ik ook geen pijn van. Ruikt verder eigenlijk niet. Dit is zeg maar de applicator. En hij ziet er eigenlijk zo uit qua kleur. Ze hebben echt heel veel verschillende kleuren. Dus eigenlijk voor bijna elke huidskleur zit er wel een kleurtje bij die zou werken. Maar deze ja, vond ik gewoon echt heel fijn. Hij blendde makkelijk uit. De kleur was prima. En ik ben heel erg blij dat ze dus ook nu vegan producten hebben. Want ja, ik ja, vond het eigenlijk wel fijn. En volgens mij zijn deze ook niet op dieren getest. En ik denk dat ik dat nog wel het belangrijkste vind. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een base coat van Essence. Maar deze is speciaal voor de teennagels. En hier zit tea tree oil in. Dat is deze. Ja, eigenlijk ook wat geldt voor je handnagels is dat als je je teennagels lakt, dat het beste is om een base coat te gebruiken, omdat je anders echt wel verkleuring krijgt. Nou, deze die zorgt er dus voor dat je nagels niet verkleuren en biedt ook bescherming.
En ik moet zeggen, ja, dat de nagelconditie ook beter zou worden met deze base coat. Ik was in ieder geval wel heel tevreden. Hij heeft weer gewoon een basic applicatortje. Deze is zelfs iets kleiner. Nee, deze, je ruikt de tree olie ruik je verder niet, want hij ruikt gewoon echt naar nagellak. Maar ik moet zeggen dat dit wel echt werkte, want ik heb hem gebruikt in combinatie met een hele donkere kleur. En toen zag ik wel dat mijn teennagels eigenlijk niet verkleurd waren. En dat vond ik wel heel fijn. Of het de conditie van mijn teennagels echt beter maakt, durf ik niet te zeggen. Want ik heb al vrij sterke teennagels van mezelf die ook mega snel groeien. Maar als gewoon tegen verkleuring vond ik hem echt super. Dus daar was ik ook blij mee. Even kijken wat er verder nog allemaal in zit. Dan heb ik het nieuwe concept van HEMA. Dat zijn de hervulbare oogschaduwpaletten. HEMA die heeft dus van die doosjes uitgebracht waar je dus zelf oogschaduws in kan doen. Ik heb hier een doosje, daar kunnen er 3 in. De doosjes zien er verder niet heel spectaculair uit. Gewoon vrij basic. En heb ik hier ook een grotere en daar kunnen er dus 6 in. Die zien er zo uit. Ik moet zeggen, dit is heel verschillend. Want je hebt ook kleuren die zijn echt qua pigmentatie helemaal niet zo heel geweldig. Ik heb een paar kleurtjes die ik goed vond, maar er zijn er ook een paar beland die ik dus niet fijn vond. Ik heb hier allereerst de kleur Sahara Red. Zo zien die doosjes eruit waar die oogschaduwtjes in zitten. Maar het staat er ook heel duidelijk op hoor, eyeshadow review. Die, dan heb ik ook 2 keer een los spiegeltje voor in het doosje. Die hadden ze ook. Dan heb ik hier een kleur die heet, even kijken, Dolce Vita. Dat is deze. Dit is de kleur Crystal Copper. En dan heb ik nog de kleur Almost There. Die ziet er zo uit. Ik heb de kleurtjes eventjes hier geswatcht. Dus dit is de pigmentatie van die oogschaduwkleurtjes. Ik had er dus meer, maar die zijn dus beland bij de producten die ik niet fijn vond. Want die waren gewoon echt veel te licht. En ik hou er wel van als een palette, of een oogschaduw moet ik zeggen, een beetje een goede pigmentatie heeft. Dus het is zeker een aanrader om het te doen als je daar nieuwsgierig naar bent. Ik kon zelf geen kleuren testen, want er lagen bij de HEMA waar ik kom dus geen testers. Maar misschien als je een grote filiaal hebt, dat ze hun testers hebben. Dan kun je altijd even kijken of dat een kleur een mooie pigmentatie heeft. Want anders is het wel een beetje een risicootje. Dan heb ik van Catrice een Watermelon Shine Glow Lip Balm. En dit is dus een lippenbalsem gebaseerd op watermeloen. Maar die heeft dus een kleurtje. Hij ruikt ook wel lichtelijk naar watermeloen. Deze ziet er zo uit. En dit is de pigmentatie. Eigenlijk best wel mooi. Het is niet een hele opvallende kleur. Hij heeft wel een hele mooie glans, zeg maar, als je hem hebt aangebracht. Maar het is niet dat je denkt van, wow, het is heel intens. Maar gewoon, ja, ik vind het altijd wel hele fijne producten. Want stel dat je wel gewoon een keer een dag hebt dat je hele zere lippen hebt. Je hebt eigenlijk wel zin in een kleurtje. Dan is zo'n getinte lippenbalsem echt een aanrader. Ik vond hem gewoon echt wel heel fijn aanvoelen. Ik merkte ook echt wel dat mijn lippen wat verzorgd werden. Dus ik was er wel heel enthousiast over. Dan heb ik een Labello. En dit is een de 24 Hour Hydration, de Hydro Care Labello. En dat is deze. Deze komt in zo'n verpakking. Ik vind Labello's echt fantastisch. Ik vind dat hele fijne lippenbalsems. En ik had deze al een tijdje. Ik was er wel benieuwd naar. Ik heb hem toen de tijd een keertje uit een kortingsbak gevist. En ik snap niet waarom, want hij wordt nog steeds verkocht. Maar het is eigenlijk gewoon een hele basic lip labello. Hij heeft een heel lekker geurtje. Hij ruikt niet als een standaard labello. Maar ja, hij ruikt verder wel heel lekker. Ik merkte echt dat mijn lippen er heel goed door gehydrateerd werden. Het voelde gewoon heel fijn aan als ik hem de lippenbalsem aanbracht.
Ik dacht echt, dit is gewoon heel lekker, weet je wel. Ik voel gewoon die hydratatie. Dat vond ik echt heel fijn. Er zit ook nog eens SPF 15 in. Dus ja, ik vond het echt een hele fijne lippenbalsem die ik zeker zou kunnen aanraden. Volgens mij wordt die gewoon nog steeds verkocht. Dus ja, ik vond hem in ieder geval heel erg fijn. Dan heb ik hier een eyeliner. En dit is de Liquid Ink eyeliner van Essence. En ik heb deze in de kleur brown. Hij is ook nog eens waterproof. Het is een bruine eyeliner. Ik moet zeggen, ik ben normaal iemand die vooral heel veel zwarte eyeliners gebruikt. Maar ik vond deze kleur toch wel heel erg leuk eigenlijk. Heeft een heel smal kwastje, dus je kunt er best nauwkeurig mee werken. En hij heeft dus een bruine kleur. Al lijkt het op de camera nu alsnog zwart, maar hij is echt bruin. Het is echt gewoon een hele mooie bruine kleur. Ik was in ieder geval wel heel erg verrast, zeg maar. Want ik had de zwarte variant, die had ik al een tijdje in gebruik. Maar ik vond het bruin ook niet verkeerd. Alleen ik vind het jammer dat het bruin niet goed overkomt op camera. Want hij lijkt heel erg zwart, maar hij is dus echt bruin. Maar ik vond hem in ieder geval wel heel leuk. Ook gewoon voor een zachtere ooglook vond ik hem wel heel geslaagd eigenlijk. Ik zit nu inmiddels ook helemaal onder de zwartjes. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. Dan heb ik een Wonder Extension Lash Extension mascara van Rimmel. Dat is deze. Ik vind de verpakking alleen al fantastisch. Dit is dus zo'n mascara van Rimmel. En ja, deze die belooft gewoon eigenlijk ja, je een hele, ja, best wel vollere wimpers te geven. En ik moet zeggen, ik ben daar altijd een beetje sceptisch in, want het ziet vaak op een plaatje, ziet het er zo mooi uit en in het echt valt het vaak een beetje tegen, maar deze mascara dus echt niet. Hij heet 001 Very Black en ik kreeg hier echt hele mooie wimpers van. Ze werden mooi gesepareerd, ze leken ook echt veel voller. Dus ik was echt heel erg verrast. Ik denk zelfs dat ik een nog meer effect in had kunnen krijgen als ik misschien nog wat meer laagjes had aangebracht. Het borsteltje is niet per definitie mijn favoriet, want ik heb hier altijd een beetje ruzie mee. Maar de mascara zelf, die was gewoon echt heel erg fijn. En ik zag echt wel verschil dat mijn wimpers gewoon ja, veel voller leken en dat door de mascara. Dus ja, het lijkt een beetje alsof je extensions hebt qua mascara, maar het is dan gewoon een mascara, zeg maar. En ja, doordat je dat opbouwt kun je daar echt een heel mooi effect mee krijgen. En deze maakt ook echt zijn belofte waard, dus dat was echt wel heel tof. Dan heb ik een oogschaduwpaletten. En dit is Let's Rock Those Gems 12 Colors Baked Eyeshadow Palette. En deze heb ik bij de Action gekocht. Ik zal hier niet heel lang bij stilstaan, want ik heb hier nog een video van opgenomen. Die staat nog niet online, maar die heb ik dus wel gemaakt. Het palet ziet er allereerst prachtig uit, want dit is er allemaal, dit is dan mat, zeg maar, en dit glinstert. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. Achterop staan ook de kleuren vermeld, wat heel fijn is. En aan de binnenkant krijg je een spiegel. En ik vind het dan ook heel tof dat, zeg maar, die kleuren zo, of die kleuren van de buitenkant mooi doorlopen naar de binnenkant. Dit zijn dus de kleuren. Je ziet dus heel goed dat het baked eyeshadows zijn, omdat ze dus inderdaad een, ja, bolling hebben. Dit zijn de kleurtjes. Misschien denk je nu, ik vind de pigmentatie wat laag. Maar die kun je zo mooi opbouwen. Dat je er echt wel hele leuke looks mee kunt maken. Ja, ik vind zelf die oogschaduwpalettes van de Action zoveel verbeterd. En ik ben eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar enthousiast. Waar ik vroeger nog wel eens sceptisch was, denk ik nu alleen maar van, nou, ze zijn ook gewoon echt heel goed. Het is echt een heel leuk palette.
Maar goed, daar komt dus nog een losse video van online. Maar die vond ik ook heel erg fijn. En dan heb ik nog een trendeditie van Essence. En die is op dit moment te koop. En dat is de Pumpkin Pretty Please. Dit is dus een trendeditie. Ik heb hier de lipolie. En die, deze die verkleurt dus weer naar de pH van je lippen. Dus hoe hoger de pH-waarde is, hoe hoger de lipkleur zeg maar intens wordt. Hij ruikt allereerst echt super lekker. Hij heeft echt een hele lekkere geur. Dit is zeg maar de applicator. En die ziet er dan zo uit als ik hem swatch. Hij wordt natuurlijk niet zo heel intens, want ja, als je hem normaal gesproken op je lippen aanbrengt, omdat hij zich aanpast aan de pH-waarde van je lippen, is dat gewoon heel mooi. Hij heeft overigens de naam 01 Pumpkin Kisses en Autumn Wishes gekregen. Ook over deze collectie komt nog een video online, dus die komt er binnenkort aan. De collectie is dus vanaf nu te koop. Hij zou vanaf november in de winkel liggen. Maar dat is altijd een beetje net wanneer ze het neerleggen. Ook de lipstick vond ik heel fijn. Het is de matte lipstick. Die ziet er zo uit. Deze heeft de naam 01 Sweeter Than Pumpkin Pie gekregen. En dit is zo'n mooi kleurtje. Dit is hem. En die heeft dus gewoon een matte finish. En dat vind ik zelf altijd wel heel tof. Dit is het kleurtje. Deze ruikt echt weer heel erg lekker. Dus ik vond het echt een hele mooie kleur. Dus daar was ik echt heel tevreden over. En ook het oogschaduwpaletten vond ik echt een aanrader. Dat is deze. Ziet er ook heel mooi uit. Heeft de naam 01 Impressed Blushed en Pumpkin Obsessed gekregen. Heeft een spiegeltje en dit zijn de kleurtjes. Als je heel goed kijkt, zie je... Ik zal eventjes het plasticje weghalen. Dat is natuurlijk wel zo handig. Als je heel goed kijkt, zie je dus hier bijvoorbeeld een pompoenetje ingedrukt. En hier en hier. Vond ik super leuk. Heel erg leuk paletje met leuke kleurtjes. Goede pigmentatie ook. Goed op te bouwen. Ik kreeg wel echt herfstgevoelens van deze collectie. Dit zijn de kleurtjes. Dus het is wel veel oranje. Maar ja, dat vind ik ook wel een beetje passen bij de herfst. Weet je wel, de blaadjes die kleuren oranje en een beetje groen. Ik vond het zelf wel heel erg leuk. Maar echt wel een heel erg... Ja, leuk paletten ook. Maar zoals ik zei, hier komt dus nog een aparte video online. En die zal over niet... Ja, ik denk dat die volgende week of zo ergens al online komt. Maar als je het zeker wil weten, dan hou even mijn kanaal in de gaten. Nou, dan waren dit al mijn favoriete producten van oktober. Als ik het zo bij elkaar optel, viel het eigenlijk nog wel mee. Ik had verwacht dat ik misschien toch wat meer spullen zou hebben, maar dat was dus niet het geval. Maar desondanks ben ik toch wel weer heel erg blij met de spullen. Sommige spullen verrassen je ook gewoon heel erg. Sommige producten dat je denkt van, oh, ik heb er niet zulke hoge verwachtingen van. En dan overtreft het je. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je eventueel nieuwsgierig bent geworden naar een van deze producten. En dat je zegt, nou, ik zou het graag willen proberen. Ik ga het in ieder geval weer lekker opbergen in mijn stash en met veel plezier gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om deze video te bekijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!